Een belangrijke mijlpaal was het afronden en het implementeren van het baggeren van de Suriname rivier, zegt Michel Amafo, hij is directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, tijdens de jaarafsluiting van het bedrijf en huldiging van jubilarissen. Ondanks de vele uitdagingen zijn de voorgeschreven bedrijfsplannen bij de autoriteit met succes afgerond. Ik moet zeggen dat het aardig is gelukt om de doelen te realiseren. Met name hebben we onze businessplan kunnen uitvoeren. En we zijn nu aan de vooravond van het schrijven van die nieuwe, want hij loopt dan volgend jaar af. Dus ook onze nieuwe jaarplan van volgend jaar hebben we dus ook al. We hebben het baggeren van de Suriname rivier, de eerste fase, hebben we kunnen afronden en implementeren. En nu zitten we op het traject om de bedrijven aan te moedigen, te begeleiden in dat traject. Om hun schepen maximaal te beladen. En waar ze al maximaal hebben beladen, dat ze inderdaad naar grotere schepen kunnen gaan. En naar die cargo gaan zoeken, zodat ze inderdaad meer kunnen doen. Want hoe meer ze exporteren of importeren, hoe meer de MAS verdient. Omdat we als bedrijf niet worden gesubsidieerd. Verder hebben we ook onze jaarrekeningen in orde kunnen maken. Want dat was dan die van 2021, dus in orde kunnen maken en afgerond, afgewikkeld. Het is naar zeggen van de directeur het streven van het bedrijf de inkomsten te verdubbelen, wat zal leiden tot een hogere belastingafdracht. Op die manier wordt er niet alleen gewerkt aan de productieverhoging, maar ook het helpen verbeteren van de economische situatie. Dus om dat te kunnen bewerkstelligen, heb je inderdaad het baggeren van die rivier, dat hebben we dus al gedaan. Dus nu moeten we gaan naar die economische stimulering. Dat bedrijven in de landbouw gaan investeren, want dat is een duurzame bron. Je hebt inderdaad de olie en gas of je hebt goud, maar die middelen gaan we dus moeten gebruiken om die andere sectoren te ontwikkelen die een duurzame karakter hebben. Want we weten dat die zaken gaan uiteindelijk opraken zoals bauxiet toen. Maar je moet dan investeren zoals je inderdaad meer rijst of ananas of banaan. Al die producten of ook dat je bedrijven hebt hier die halffabrikaten. Bijvoorbeeld ze brengen onderdelen, autoradio's in elkaar zetten. En dat wordt weer geëxporteerd naar waar ze die auto's produceren. Daarmee kan je dus meer cargo genereren en meer geld verdienen. Een van de belangrijke projecten van de MAS voor 2023 is om het baggerproces af te maken, maar ook het rehabiliteren van de steiger en het renoveren van het MAS-filiaal te Nikeri.